Welke bel moeten we doen? Zo, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Meneer Biemond, goeiedag. Hoe is het met u? Ja, goed. Tot voor kort ging het goed. Ja, ja. Maar waarom zou de burgemeester dan komen? Nee. Ik had hem niet hier verwacht. Nee, kijk. Maar dat is de leuke verrassing die we hebben. Maar sinds 2000 bent u al betrokken bij de 4 mei herdenking hier. En inmiddels bent u daar voorzitter van het comité. En dan bent u bij de Rotary actief, sinds 1979. Dus niet alleen zakelijk, maar ook maatschappelijk heel erg actief. En dan de Stichting Zebra Zuid-Afrika. Dat is ook een hele mooie activiteit waar u bij betrokken bent geweest. 2005, 2016, 11 jaar lang. Dat het zijne majesteit koning Willem-Alexander heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd daarmee. Dank u. Ik ga hem even opspelden. Nou, en wat heel bijzonder is dat uw vrouw zat in het complot. En dat komt omdat u wist eigenlijk alles van wat hij al die jaren heeft gedaan. Ja, dat heb ik meegemaakt. Maar u was al 48 jaar als vrijwilliger betrokken bij de kerk. Ja, daar ga ik eigenlijk zo nog naartoe. Ja. U doet wat meer, want u bent bereid om ook mee te werken met alles wat daar moet gebeuren. Sinds jaar en dag bent u daarvoor aanspreekbaar. Ja, ik heb ook een lijstje over u namelijk. Dat wist ze namelijk niet. Nee. Heel dicht bij huis, vanuit de stichting Commissie ZWO de noodopvang voor vluchtelingen in Vijfhuizen mee georganiseerd. Initiatief genomen voor een eetclub. Ja, dit was niet de bedoeling, hè? Nee. U dacht, ik organiseer het allemaal voor hem. Maar het is voor u ook georganiseerd. En dan 15 jaar campagneleider bij de collectors geweest en penningmeester. En dankzij een enorme netwerk ook heel veel mensen bij de collectors kunnen betrekken. Maar u bent een op en top Rode Kruisvrouw. En ook bij u mag ik zeggen dat het zijne majesteit de koning heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Met z'n tweeën. Nou, mooier kan het volgens mij niet. Ja, als je zoveel alle twee organiseert. Nou, alle twee van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het is wel heel bijzonder om een echtpaar te hebben wat zo actief is en zoveel dingen doet. Maar als de een met het een bezig is, doet de ander met het andere. Ja. Ja, en alle twee hele mooie dingen voor de samenleving. Straat, ontzettend overmoed van de straat zijn. En er gewoon lekker mee door. Dankjewel alle twee.